Laten we dat doen. Het is tijd voor de nieuwjaarsspeech. Lieve mensen, mag ik een groot applaus, want hier is burgemeester Bult. Het was de eeuw van wijsheid, het was de eeuw van dwaasheid. Het was het tijdvak van geloof, het was het tijdvak van ongeloof. Het was het jaargetijde van het licht, het was het jaargetijde van duisternis. Het was de lente van de hoop, het was de winter van de wanhoop. Wij hadden alles voor ons, we hadden niets voor ons. We gingen alle rechtstreeks naar de hemel, we gingen alle rechtstreeks de andere kant op. Welkom de vereniging op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Nijmegen, ook namens college en gemeenteraad. En ik ben heel blij dat er weer een grote getal, zover ik door de lampen heen kan kijken, hier aanwezig zijn. Ik begon zojuist met de eerste zinnen uit A Tale of Two Cities van Charles Dickens uit 1859. Voor degene die hem niet kent, want dat is al een tijdje geleden, dat is de man die het verhaal heeft geschreven met die vrek Scrooge. En voor degene die dat boek niet kent, dat zijn die slechte tv-films die je rond kerst altijd ziet. In A Tale of Two Cities beschrijft Dickens een tijdvak rond de Franse revolutie. Dat was voor hem en zijn tijdgenoten een eindpunt in de geschiedenis. En het zijn grote woorden die hij gebruikt, maar ze lijken mij ook wel van toepassing op het tijdperk waarin we nu leven. Grote ontwikkelingen zijn gaande, positief en negatief. En het lijkt soms alle kanten op te schieten. Ook onze stad, ook Nijmegen, kent de haardeel van positieve en negatieve gebeurtenissen in het voorbije jaar. We vieren jubilea van iconen van onze stad. Het 750-jarige bestaan van de Stedenskerk, de 100ste verjaardag van de Radboud Universiteit en 70 jaar chipsfabricage in Nijmegen, van oorsprong door Philips, nu NXP Semiconductors. Maar net zo belangrijk voor deze stad zijn de minder in het oog springende jubilea. Zoals 25 jaar straatpastoraat voor dak- en thuislozen. Of het 45 jaar bestaan van Jeu de Boevereniging de Valkat is. U kunt nog lid worden. Groot of klein, gezamenlijke historie en vieringen verbinden mensen met elkaar. En zo zullen we in het nieuwe jaar de Tweede Wereldoorlog weer herdenken. En vieren we dat we in ieder geval in deze stad al 80 jaar in vrede en verbondenheid samen kunnen leven. En 2023 telde ook vele goed bezochte evenementen. Ik noem de Vierdaagse, die voor sommigen de aanleiding vormde om nieuwe podiumtalenten te proberen. En de geweldige afsluiting van het jaar met Serious Request. Rechtstreeks uit het hart van de oudste stad van Nederland. Maar het afgelopen jaar kregen Nijmegenaren ook grote schokken te verwerken. Door verwoestende aardbevingen in hun landen van herkomst, zoals Turkije, Syrië, Marokko, Afghanistan. En de vernietigende oorlog in Oekraïne duurde al bijna 2 jaar voort. Veel Oekraïners hebben in onze stad door werk en sociale contacten echt een plek gevonden. En we openden in 2023 de stad om ons hart opnieuw voor vluchtelingen die niet alleen ontheemd raakten in eigen land, maar ook dakloos dreigen te worden in ons land. Op de noodopvangende winkelsteeg was er ook voor hen plek in de Nijmeegse herberg. De winkelsteeg gaat sluiten, maar beste dames en heren, de herberg blijft wat mij betreft voor iedereen open in 2024. We moeten wellicht wat meer inschikken, kamers eens wat kleiner maken in de herberg, soms wat meer vragen om iedereen een slaapplaats te kunnen geven. Maar wel iedereen, jongeren, gezinnen, alleenwonende ouderen, daklozen en vluchtelingen. En dan was er weer een uitbarsting in het al jarenlange conflict tussen Israël en Palestijn. Ik was als burgemeester trots en geraakt dat hier onder verschillende geloofsgemeenschappen meteen het initiatief ontstond om opnieuw een vredesverklaring te ondertekenen. Gesprekken over het Gaza-conflict vinden hier vooral plaats waar ze horen, tussen mensen en niet tussen groepen. Ook onder druk gaan we Nijmegen naast en niet tegenover elkaar staan. En laten we dat dan ook volhouden.
Dat is een belangrijke grondslag van onze democratie. En daarover gesproken, we hebben twee verkiezingen gehad in het afgelopen jaar. Veel besproken thema's die ook centraal stonden in de campagnes van de diverse politieke partijen waren het woningtekort, de vluchtelingenopvang, stijgende kosten van levensonderhoud, klimaatverandering. Ik proefde veel onbehagen en onzekerheid over de toekomst. En dat maakt ook waarschijnlijk simpele oplossingen heel populair. En daarom valt ook op dat mensen snelle oplossingen van de overheid verwachten. Dezelfde overheid waar ze dan vervolgens weinig vertrouwen in hebben. En geen misverstand, de onderwerpen die ik noemde die zijn heel belangrijk. Maar beste mensen, dames en heren, ik wil vandaag aandacht vragen voor de onderwerpen waar het in de campagnes niet of sporadisch of slechts zeer eenzijdig over ging. Want ons land en onze stad staat voor veel meer aan de hand dan waar het in campagnes en voor sommige kiezers om ging. Er is meer aan de hand dan de platgeslagen stellingen die we in sommige debatten zagen. Er zijn oplossingen nodig voor de lange termijn, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties daarna. En tegelijkertijd moeten we ontkennen dat er op dit moment voor sommige maatschappelijke vraagstukken simpelweg geen snelle oplossingen te bedenken zijn. En zeker geen oplossingen die iedereen tevreden stellen. Het zijn meer vraagstukken die vragen om omslag in denken en gedrag, soms zeer ingrijpend, waar we eigenlijk nog maar net aan beginnen. En het wordt de kunst om daarbij iedereen de komende jaren aan boord te krijgen en te houden. En ik zie sommigen nu al hun hersenpan laten ronken, nou noem dat ze een thema. Ik heb er vier voor u. Ten eerste, de demografische ontwikkeling. Ontgroening en vergrijzing zijn processen in onze bevolking, daar helpt geen beleid tegen. Die zijn redelijk vast. En de gevolgen op de arbeidsmarkt en de zorgen voor onze pensioenvoorzieningen zijn merkbaar, worden alleen maar groter. En dit vraagt om een verandering van opvatting, bijvoorbeeld over werk en vrije tijd. En hoe we voor elkaar zorgen. Het is in ieder geval een vraagstuk dat je niet kan verengen door een discussie over hoeveel migranten we jaarlijks binnenlaten in Nederland. En wat ook niet centraal stond in de campagnes was de toenemende en verregaande digitalisering. Zijn we ons bewust van wat er al is? Zijn we voorbereid op wat er ons afkomt? Als overheid, organisatie of bedrijf als mens. Digitalisering biedt ons heel veel kansen, maar ik weet niet of de risico's veel mee bezighouden. De kennisfuiken waar social media ons trekken en nepnieuws beïnvloeden al hoe mensen denken, kiezen en zich gedragen. En de technologie van kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich in vliegende vaart en niemand weet waar het zal landen. Aan de start van 2023, een jaar geleden toen we hier ook waren, had vrijwel niemand gehoord van het fenomeen ChatGPT. En nu beïnvloedt deze vorm van kunstmatige intelligentie al nieuws, onderwijs en dienstverlening. En ten derde een onderwerp waar ik als burgemeester samen met vele partners dagelijks mee te maken heb. De problematiek van mensen met verward gedrag. Mensen die geestelijk niet in orde zijn. Die zich niet kunnen handhaven in onze samenleving door de vele prikkels die ze ervaren. Mensen die hulpeloos zijn. Dat is erg voor henzelf, maar ook in toenemende mate een last voor de samenleving. Dit jaar, dus 2023, kreeg de Nijmeegse politie hier in Nijmegen alleen ruim 2300 meldingen over. Dat zijn er gemiddeld 6 per dag, beste mensen. 6 per dag. Bijvoorbeeld van buren die wakker liggen van geschil, bedreigd worden of bang zijn dat er brand uitbreekt. En een schijnend voorbeeld was hoe willekeurige Nijmegenaren het afgelopen jaar bij de stad Rijk in hun eigen huis en op straat mishandeld werden door onbekenden. Maar ik spreek aan de andere kant ook ouders, broers en zussen ten einde raad omdat hun geliefde niet geholpen wordt en niet meer te helpen lijkt. Kijk, het vigerende beleid, ook bij ons in de stad, is dat mensen met psychiatrische problemen zoveel mogelijk thuis blijven wonen, niet in een instelling. Maar daar krijgen ze thuis dus niet altijd de zorg die nodig is. Ook zijn de criteria wanneer iemand hulp krijgt en door welke instelling soms heel rigide. En zo vallen mensen tussen wal en schip met voor hunzelf en hun omgeving soms levensgevaarlijke gevolgen. En ten vierde wijs ik op taalvaardigheid. Of moet ik wijzen op afnemende taalvaardigheid. In ons land zijn alle denkbare vormen van onderwijs en leesmiddelen beschikbaar voor iedereen. En toch zijn er naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd. In Nijmegen zijn er naar schatting 13.000 mensen in de beroepsbevolking die niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. En dus ook moeilijk mee kunnen doen onze samenleving. En dan zou je zeggen, misschien gaat het wel verbeteren. Nou, de perspectieven zijn niet per se gunstig.
Zowel recent onderzoek dat een derde van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig. 1/3. Wauw. Als iets bijdraagt aan tweespalt in de samenleving, dan is het wel het verschil tussen wel of niet kunnen lezen en schrijven. Kortom, 4 thema's, en misschien zijn er wel veel meer te noemen, waarop ik concludeer dat waar de campagnes niet over gingen. Het zijn vraagstukken van een grootsheid die we nu niet helemaal kunnen overzien, die ons wel allemaal aangaan. Dat kan soms onzeker of angstig maken. En het is daarom tijd voor de eerlijke vraag: kunnen we ook accepteren dat niet elk probleem nu een pamklare oplossing heeft? Dat we de tijd moeten nemen om samen op de vragen zelf te moeten en elkaar niet moeten overschreeuwen met oplossingen die voor ons als individu op dit moment het beste helpen. En ik citeer tenslotte de dichter Rainer Maria Rilke, de brief van een jonge dichter. Men moet geduld hebben tegen onopgeloste zaken in ons hart en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers en als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. Het komt erop aan alles te leven. Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam, maar zeker, zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in. Ik wens ons alle daarom een bedachtzaam, een menselijk en voorspoedig 2024 toe. En dat geldt ook voor alle leidingen. Bij 1 januari 2024 waren er 187.206 mensen, bijna 5.000 meer dan een jaar geleden. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel.